Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb me snel klaargemaakt samen met Nessie, want hij gaat me zo brengen in mijn afspraak. Ik wil nog even snel laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb namelijk mijn nieuwe trui aan van de Zara. En die heeft zo van die openingen bij de arm. Ik vind het echt vet cute. En ik heb mijn nieuwe broek aan van de Bershka. Ik heb echt bijna nooit een broek van de Bershka gekocht, maar ik vond deze echt zo tof. En ik heb daaronder, ik wist echt niet wat ik voor schoenen hieronder aan moest doen. Maar ik heb dus deze schoenen aan van de Bershka. Ik vind ze echt zo vet. Ik dacht, ik laat nog even een firme outfit zien. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ik zit inmiddels in de auto met Nessie. En hij brengt me even naar een PR-bureau. Want ik heb daar vandaag een high tea. Super gezellig. Ik kijk er best wel naar uit. Ik weet eigenlijk niet wie er allemaal aanwezig zijn. Ik weet wel dat Leila Amini daar is. We zouden eigenlijk eerst samen gaan, omdat ik dus geen auto heb. Maar omdat Nessie in de buurt ook gewoon een afspraak zo heeft, brengt Nessie mij gewoon. En ja, dat is in principe mijn planning. Ik heb net een ontbijtje besteld voor Nessie via thuisbezorgd. Soetjoek met ei. Als dat klaar gaat, ik heb vanochtend geen ei heb gemaakt. Maar ik kan zeg maar geen ei maken als ik zeg maar een half uur daarna moet vertrekken uit huis. Ik vind dat echt heel erg goor. Sorry. Ja, ik weet niet. Die geur die blijft gewoon hangen. Ik vind het niet zo prettig. Dus ik heb gewoon een eitje voor hem besteld. Nu is hij blij. Ben je blij? Ja. Maar je hebt chocola niet gegeten van gisteren, zie ik. Ik ben op dieet. Keto. Want jij nu eet is ook niet keto. Druiven. Nee, helemaal niet. Vandaag echt trouwens super lekker weer. Niet normaal. Gewoon, je hoeft geen jas aan te doen. Mijn katjes hebben lekker buiten lopen, rennen en lekker over de grond lopen. Hoe zeg je dat? Rollen. Rollen. Rollenbollen. Dat was echt schattig. Vooral de kleine Dinari. Ja, die was helemaal in haar moed. Gewoon de grond moest. Trouwens, wat ik net al zei, ik heb dus zo'n high tea, maar ik hoop dat ik daar ook wel wat kan eten natuurlijk. Anders zou het wel echt heel stom zijn. Ik heb in ieder geval mijn sucriem mee, dus ik kan daar in ieder geval koffie en thee drinken. Want ga je weer lachen. Gadver. En de rest moet ik maar even afwachten. Zal ik anders straks meegaan naar binnen? Wat dan? En dan zeggen, mijn vrouw doet keto. Oh, nee, dankjewel. Is alles keto hier? Nee, maar ja, ik hoop gewoon dat ik wat kan eten en anders ga ik je gewoon heel vroeg bellen dat je mij weer moet ophalen. Ik zie gewoon niks van die zon. Keto, keto. Ik zet in mijn neus, normaal. Je wil dus nog steeds niet larpen met mij. Dat je fucking larpen, man. Denk je nou echt dat ik niks beters doen heb dan larpen? Maar eerlijk, hoe kende jij larpen? Want ik en Nessie zeiden dat tegen jou. Met het gedachte zeg maar, dat jij het niet eens kende. Want ik zei tegen Nessie, je moet even googlen. Google larpen. En hij wist gewoon gelijk wat het was. Hoe wist je wat larpen was? Omdat... Dat is eigenlijk vet raar dat je weet dat wat het is. Want vroeger toen ik bij BNN werkte. Ja. Toen gingen een paar van die Mongolen gingen larpen daar. Ja. Waarom ging jij niet mee? Tom erop. Dat is toch niks voor mij. Heb je ooit de Turk zien larpen? Ik zie jou wel zo echt met zo'n ridder-outfitje zo daar oorlog voeren. Ik ben inmiddels afgezet door Nessie. En ik ben eigenlijk al op locatie, maar ik wacht nog even op Leila, want die komt er zo aanrijden. Die is iets later. Dus ik dacht, ik wacht nog wel even. Maar in de schaduw is het best wel fris hier, dus ik loop even naar de zon. Dan heb ik het iets warmer. Woe! De zon is echt heerlijk, man. Ik ben echt blij met mijn outfit vandaag. Love it. Searching for someone like you. I know this is certain. I know you was made for me too. Kijk eens met een kleintje. Wij gaan lekker eten, maar zij kan niks eten. Ik kom hier gewoon voor de gezelligheid, jongens. Ik hoop wel dat ik ze kan komen. Hi baby. Ik wil wel. Ik ben met wie ik ben. Ja, die zon die blokkeert. En dan 2 krullenbollen. Mooi iedereen. Of niet? 1 bruine, 1 blonde. Ja. Ze zeggen dat ze weer blond wil gaan, maar ik vraag haar echt af. Ik vind het veel mooier bij jou, voilà. Thanks. Maar weet je, het is beter als je foto's terugkijkt. Ja, ik heb ook. Ja. Jongens, ik zit hier nog steeds met deze schoonheid en deze schoonheid. En het is heel gezellig. En ik kan niks eten, maar ik heb wel echt een heel goede cappuccino. Koolhydraten in beeld. Ik ga het vreten. Deze hier ook. Ik ben een dieet. Gewoon geen calorieën. Ja, ik ben ook. Geen calorieën? Ja, dat gaat cheaten. Dat kan toch niet? Nee. Ik ben niet in dan. Ja, maar weinig calorieën. Ja, ik kan niet met arm. Geen calorieën. Alleen water drinken. Ik ben inmiddels weer opgehaald door Nessie. Ik heb nog geen strek. Niks gegeten? Nee. Heb jij lekker gegeten? Thuisbezorgd? Ik heb heerlijk gegeten. Ja, is je afspraak trouwens al voorbij of moet je weer terug nu? Nee, nee, is voorbij. Oh, oké. Okay. Wat is je planning nu of heb je nou even geen planning? Ik ben nu naar huis. Oké. Okay. We moeten echt even tanken, man. Nou, dichtbij zijn tankstation, hè? Ik ga nu even nadenken wat ik met mijn leven ga doen en wat ik ga eten. Ik voel me verloren op dit moment. Ik ben eindelijk thuis. Ik ga gelijk koken. Ik ben net naar de appie geweest met Nessie en we hebben aubergines en zo gehaald. Want ik ga even een groentelasagne maken. Dus in plaats van die, hoe heet het nou, lasagnebladeren doe ik gewoon aubergine ertussen. En voor Nessie maak ik rijst erbij. Ik ga me gelijk even omkleden en dan ga ik koken. Ik heb even de aubergines gesneden en die ga ik even snel aanbakken. En daarna gaan ze pas in de oven, anders vind ik ze echt niet zo lekker. Zo, ik heb nu knoflook en uien gesneden, voor beide gehakt. Ik bak ze, nou ja, ik frituur ze gewoon bijna in olijfolie. Want dat vind ik het lekkerste. Ik vind het echt lekker als aubergines echt gewoon lekker zacht zijn. Kijk, en dan zien ze er bij mij zo uit nu. Nu even de uitjes en de knoflook frituren en dan de gehakt eroverheen. Lekker kruiden. En dan kan ik het erin doen. En dan doe ik dit eroverheen. En dan ziet het er zo uit. Girl, I've been searching for someone like you. I know this is certain. I know you was made for me too. Yeah. Your body is calling, I'm ready to answer. Yeah. I can't fight this feeling, my heart beating faster. Oh yeah. You know I love you long time. I swear you know I love you long time. Body so unique and divine. I see you in the way that you whine. Oh yes, I love you long time. Girl, you know I love you long time. I love in the way how you whine. You got me, oh, oh, baby, you got me, yes, girl, you got me, oh, you got me, oh, I swear that you got me, swear that you got me, oh, yeah. It's been a long time, met a love like this. Ik had echt zo'n trek, ik ben vergeten om te vloggen hoe het eruit zag, maar... Zo ziet het eruit en het smaakt echt heerlijk. Oh mijn god, ik kijk dus nu naar Boxing Influencers met Nessie. En het is echt gek. Het eerste gevecht is het geweest. En toen ging Brabon in knock-out. Dat had ik echt niet verwacht dat bij het eerste gevecht al zou gebeuren. En nu moeten Zwanetta en Noasima tegen elkaar. Ik ben echt benieuwd, man. Echt heel erg irritant is bij het live bekijken van Boxing Influencers. Dus dat heel vaak het geluid dus uitgaat door muziekrecht. Dus eigenlijk helemaal niet zo leuk om aan te kijken. Maar Zwanetta komt nu op. Ik ben echt zo benieuwd wat zij kan. Want zij heeft volgens mij echt tot nu toe helemaal niks gedaan. Tenminste niks laten zien op YouTube of zo. Hoe zij vecht. En Noasima wel nog met Nessie en zo. Dus dat heb ik al eens voorbij zien komen. Oké, ik ben inmiddels bij Esme. Hoi! Hoi! Ik ben Jas weer. Wat ik nog wou zeggen is, wij hebben samen gevechten gezien van Boxing Influencers. Wat is dit? Is het voor mij? Heb ik het vies gemaakt? Wat is dit? Ja, ik heb het vies gemaakt. We hebben bij de Burger King eten gehaald. En ik heb een burger gegeten zonder brood. Dus dat was een moeilijke opgave. Ja. We gingen het bestellen. Die mensen vonden het echt heel erg apart. Dus ik daarna laat maar, doe maar gewoon met brood. In ieder geval, ik ga eerst nog praten, want mijn SD-kaart is bijna vol. We hebben een gevecht gezien. Ik vond het allebei echt heel erg sneu voor Niels. Die heeft verloren met een knock-out. Dat wil ik nog even melden. Dat was gewoon heel erg zielig. En we waren eigenlijk stiekem voor Niels. Dat wil ik nog even melden. Ik ga bij deze dag vlog afsluiten. En ik zie jullie morgen weer. Doei. Doei. Daag. Doe mijn mooie